dames en heren, goedenavond. Dat klinkt onmiddellijk nogal indrukwekkend, dat valt best tegen. Ja, u ziet mij hier staan, dus een soort van panelleider. Desondanks kan het nog wel best een prettige avond worden. Even voorstellen, Richard Poorman. En jij, Martijn Koster. Applaus, dankjewel. Handtekening van meneer Pratje. Helemaal niet gek maken. Laat het helemaal niet gek maken. Ik moet je dit zeggen, je denkt see then meet, wat bedoelen ze? Wij kennen uit de showbusiness de uitdrukking meet and greet. Dat je de afloop met Borsato op een foto mag, dat je mag praten en noem maar op met Dick en Simon. En dit see then meet, wat een briljant idee, wat mooi gevonden. Origineel, anderhalf jaar zijn jullie bezig geweest om dit uit te zoeken. Het idee van Günther, uitgewerkt door directie, Michael, allerlei medewerkers. Het ziet er prachtig uit en wat ik nu hoop is dat de mensen meedoen. Dat ze niet zoals de Noorderlingen zo vaak doen, afwachten. Want weet je wel, Noorderlingen zeggen dan, wij kijken de kat uit de boom. En dan zeg ik, en als die kat dood op de grond ligt, dan zeggen ze, ah, het was toch een mooie kat. See the meat. Top. Prachtig idee. See the meat is een mooie nieuwe concept voor MKB'ers om te netwerken. Bij veel sportclubs, veel MKB'ers willen dat, veel ondernemers willen dat. Soms moeten ze dat ook nog gewoon willen proeven. Dit is een mooi nieuw concept, aanvullend op de business clubs van alle verenigingen die zaken willen doen met See It & Meet. En een mooi laagdrempelig nieuw initiatief voor ondernemers om gebruik van te maken. Ik zou zeggen, kijk en geniet en doe aan netwerken bij mooie sportclubs.